Ja, Sinterklaas heeft niet aan jou gedacht. Die is wat. Ja, dat is een mooi sfeertje. Sinterklaastijd. Het kacheltje brandt. Poes zit bij de kachel. Die heeft al heel hoog in een boom gezeten vanmorgen. De reebeuren brandt. Dan gaan we hier wat lekkers bakken vandaag. En het is weer een hele druilerige dag. Ik heb dit schilderij in de kamer neergezet, omdat het hier wat warmer is dan in het atelier. Het droogt heel slecht, het is nog steeds nat. Dus ik moet iets gaan verzinnen om het sneller droog te krijgen. En ik wil er toch nog even een klein beetje wat aan doen. Want ik zie dat er toch nog wel wat steekjes aan zijn laten vallen. Dus ik ga daar nog vandaag aan werken. De Rayburn is mooi op temperatuur. We gaan wat grotere blokken hout op nu. En ik ga sausijzen broodjes bakken, want het is zondag en ik ga genieten. Dit zijn overigens geen zelfgemaakte broodjes, ze komen gewoon van de winkel, maar ze zijn heerlijk. Het is buiten vrieskoud, het hagelt een beetje. Er zit zelfs natte sneeuw tussen. Nou, mijn poezenbeest heeft het heerlijk naar de zin hier. Die komt niet meer buiten. Die vindt het veel te fijn hier. Ja, diertje. Het zijn zo van die kleine verfijninkjes, bij elkaar een heleboel, dus je bent wel even bezig. Je moet oppassen dat het niet te fotografisch wordt, dat is het natuurlijk al, omdat je heel precies hebt gemeten naar de foto. En je kunt eindeloos doorschilderen, dan krijg je een heel strak geschilderd ding en dan wordt het een beetje een soort olieverf kleurige foto. En dat is wat ik dus niet wil hebben. Het moet een schilderij blijven. Je moet de streken kunnen blijven zien. En die zie je nu gelukkig meer dan genoeg. Het zijn van die hele kleine tintjes die het net even wat verder oplichten. Waardoor het ja, toch aanzienlijk verbeterd. Ja, inmiddels vind ik het eigenlijk wel netjes geweest. Ik ben er wel mee klaar. Ik ga ermee stoppen. Ik ga het filmpje ook stoppen. Ik ga verder de zondag vieren. Het is echt heel erg slecht weer. Echt verschrikkelijk pokken weer. Even kijken. En ik ga terug naar de poes. Terug naar een brandende Rayburn. Een heerlijke warme keuken. In een hele grauwe dag. En een poes die lekker bij het kacheltje zit. Want die gelooft het wel. Hè, beest?